Goedenavond, meneer wethouder, meneer Dankers. Met genoegen presenteer ik u de nieuwe theaterbrochure voor het seizoen 2019-2020. Wat een mooie stijlkaart is van cultuur in Oosterwijk, want niet alleen professioneel theater, maar ook onze samenwerkingen met alle partners vindt hier zijn neerslag in. En ik vind het een eer om u de eerste te mogen overhandigen. Met dank voor de ondersteuning. Dankjewel. Nou ja, en aan mij de eer om hem in ontvangst te mogen nemen. Nu anderhalf jaar wethouder cultuur. Ik ben hier hartstikke trots op. We hebben in de politiek jaren gepraat over stenen. En het is nu tijd om te praten over cultuur. Want daarvoor is Tiele Jander en den Boogaard er toch. Dus laten we vooral cultuur in de gemeente Oosterwijk een extra boost geven. En ik ben ervan overtuigd dat dit programma daaraan bij kan dragen. Ik zou zeggen, laten we erop proosten. Voordat we die proost uitbrengen, ik vind het fantastisch dat hier vandaag ook een aantal raads- en commissieleden aanwezig zijn. Die in ieder geval iets met cultuur hebben. Dank je wel daarvoor. En ik zou jullie uit willen nodigen om een glas te pakken en erbij te komen staan. Ja, dat lijkt me heel goed. Voor de proost. Nou, ik ben blij dat jullie in ieder geval mee op de film mogen. Dus dan gaan we met z'n vieren proosten op dit mooie programma. Proost op cultuur in Oosterwijk. Ja, u heeft zojuist gezien dat de wethouder de brochure overhandigd heeft gekregen van directeur Ruud van Eten. Meneer van Eten, kun je nog eens vertellen wat er bijzonder gaat gebeuren in Tiele Jander? Nou, in principe is natuurlijk elke voorstelling bijzonder, want het sluit aan bij een interesse van de persoon die dat nou wel of niet leuk vindt. We hebben toch wel drie belangrijke stromingen. We hebben echt cabaret, Brabants cabaret. Mark van der Veerdonk, Christel de Laat en Guido Weijers. Daarnaast hebben we veel muziek, tribute band, Leonard Cohen, Bruce Springsteen en de Nederpop All-Stars. Dus echt met muziek uit de jaren 80 en 90, Nederlandse muziek en Nederlandstalige muziek. Maar we hebben ook theatercolleges, Bud Brokken met Sier de Vos. Piet de Visser, de Oosterwijkse, volgens mij heeft hij ook lang bij Willem II gewerkt. Zelfs nu nog bij Willem II. Die komen college geven en Gerard Spong komt vertellen over het advocatenwezen. En daarnaast hebben we nog gewoon incidentele voorstellingen zoals de pubermonologen. En heel bijzonder Robert van Beckhoven die ook hier met zijn theatershow landt. Zo, nou dat is lekker kort bij huis. Die kan met de fiets komen natuurlijk. Die kan oversteken. Ja, ja. En verder zijn er natuurlijk ook de programma's van de mensen die hier thuis horen. Uiteraard, wij zijn naast een professioneel theater natuurlijk vooral ook voor alle amateurverenigingen. Dus de harmonieën, de toneelverenigingen, die zullen allemaal hier een plek vinden weer. Ja. Ik heb gezien boven, dat is flink verbouwd natuurlijk, hè. Dat ziet er erg goed uit. Blijft die ruimte dus ook voor de verenigingen aan één kant? Ja, het mooie is dat we de ruimte in tweeën hebben gesplitst. Dus daar waar de spreekkamers en achter de spreekkamers de werkruimte is van het sociaal domein, blijft zoals wij hem hebben gedoopt de Tiele Janderzaal. Dat is de kant hè, hier van de theaterzaal, blijft 's avonds beschikbaar voor andere doelen. Dus verenigingen, hè, op dinsdagavond is het altijd heel druk in Tiele Jander. Nou, dan kan een van de verenigingen daar repeteren. Er komt ook een piano te staan. Dan kan de grote leestafel die staat op wielen, die kan aan de kant en dan kan het gewoon gebruikt worden. Dus een multifunctionele ruimte. Ja, ik heb iets multifunctioneels gezien, want ik zag een biljart allemaal over de gang rollen. Gebeurt dat elke week? Nou, als het goed is niet. Ik heb geen biljarten zien rollen, maar de biljarters die zitten nu in de aula, de voormalige ruimte van de muziekschool. En die zitten daar prima. Daar kunnen ze een competitie doen. En ik ben blij dat ik ook deze groep mensen een fijne plek heb kunnen geven in dit pand. Ja. Zijn er nog meer bijzonderheden die we kunnen verwachten de komende tijd? Of hoe, en hoe gaat het verder? Nou, eigenlijk gaat het heel goed. Nu met het afronden van de verbouwing van de eerste verdieping met het sociaal team wat daar zit en wat aanverwante partijen is eigenlijk het uitvoeringsplan zoals we dat in het najaar van 2016 hebben gepresenteerd volledig uitgerold. En je ziet dat op vele vlakken terug. Dus rust in de organisatie, de cijfers gaan de goede kant op. We hebben het eerste half jaar zwarte cijfers gedraaid zelfs. Dat is geen garantie voor uiteraard voor het, hoe het op het eind van het jaar uitziet. Maar dat is zeer hoopvol, want zo was het nog niet. En dat betekent eigenlijk dat een heleboel zaken echt op de rit zijn.
Voor Den Boogaard zijn we in een iets prillere fase. Daar gaan we nu met de partij van de eerste verdieping, dat is de verdieping, hè, de expositieclub, het jongerenwerk, de stichting Erfgoed en Behoudidentiteit Moergestel en Gessel Streft en nog een paar andere partijen gaan we kijken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van Den Boogaard, zodat ook daar het wijkcentrum, het gemeenschapshuis optimaal wordt benut. Als er nou haren bij komt, komt er dan een donk ook bij? Nou, Den Donk. Den Domp. Nou, kijk, ik ondersteun elke vorm van cultuur, ook zoals het in Haren gebeurt. Het is en zowel aan Haren als aan de politiek wat ze graag willen. Ik help hun graag met meedenken. Het gaat er niet om dat het allemaal samen moet. Je moet kijken wat het beste is voor de gemeenschap. En dat daar pas ik mij graag, of ik sluit me daar graag bij aan om over na te denken. En wat nodig is, dat doen wij. Heeft u nog een bepaalde wens voor de komende tijd hier in Tiliander en Den Boogaard? Nou, eigenlijk vind ik dat het heel goed gaat. Dus als ik al een wens heb, mensen die misschien nog af en toe wat mopperen, kom eerst eens kijken. En heb je dan nog wat te mopperen, kom binnen en leg me uit wat er niet goed is. En dan kunnen we kijken of we het kunnen oplossen. Dat geldt ook voor Den Boogaard.